Oké, daar zijn we weer. Ik heb, nou, je hoort Flitsmeister aangaan. Het is weer een nieuwe video. Ik ben onderweg naar Mike, die je hebt gezien in de video van Antwerpen en in de fotografie challenge. En wat ik vandaag ga doen, dat is, wij gaan een hele mooie auto ophalen bij AP Car Store in Eindhoven. En daarbij gaan we laten zien, hoe gaat eigenlijk zo'n shoot als je nou een auto op de foto wil zetten. Waar moet je dan op letten? Misschien wel belangrijk. Zo, blijkbaar rijd ik zo lomp dat dit niet helemaal goed ging. Dus waar moet je eigenlijk op letten op het moment dat je een foto gaat maken van een auto? En is dat dan om een auto te verkopen? Is dat omdat iemand hem aan de muur wil hebben, bijvoorbeeld bij een autodealer? Je kunt met best wel wat verschillende dingen in rekening houden. En dat ga ik je vandaag laten zien. Mike gaat mij helpen, ik ga Mike helpen. Dus je zult Mike ook af en toe in de video terug zien komen. En dat gaat tof worden. Dus ik rij nu eventjes naar AP Car Store toe in Eindhoven. Een minuutje of 10 rijden. En vervolgens dan gaan we los. Tot zo! Zoals ik al zei, we zijn bij AP Car Store in Eindhoven. Ik heb Mike eindelijk bij me. En wij gaan een hele vette video schieten waarbij we deze bad boy op de foto gaan zetten. En op video natuurlijk. En ik denk dat we gaan rijden. Let's go. Waarom? Ja, zeker. Let's go. Flitsmeister aan, altijd handig. Echt, hè. Dat is wel een lekker geluidje wat erin zit. Staat heel heet. Willen we dat? Ik krijg de alarm van deze auto, maar verwarming ook zo heet. Aan het doen ben is dat ik heb een 135 erop zetten, 1.8. Ik heb nu de auto op de achtergrond staan met een heel hoog gebouw. Ik probeer eigenlijk de auto in het midden te pakken zodat het gebouw helemaal de achtergrond wordt. En zoals je op de foto kan laten zien, die komt nu hier ergens in beeld, zie je dat heel de achtergrond is eigenlijk wazig geworden. Dat vind ik dus mooi. De auto is uiteindelijk leading in deze foto. En ik ga je wel laten zien in Lightroom hoe dat ik dat dan heb bewerkt. Maar dit is ongeveer het shot wat ik wilde en een stukje terug heb ik hem ook gemaakt met de reflectie erin. Zodat je dat gebouw ook weer vanaf onder ziet. Echt heel erg dope en ik ga hem laten zien. Nou, de auto gaat er vandoor. Mike staat hier, die gaat nog de laatste shots maken. We hadden het al zo gepland, maar als je om ons heen kijkt, die zonsondergang ziet er echt bizar mooi uit. Daar heb ik ook een aantal shots van gemaakt. Ik ga nu thuis naar de studio. Misschien gaat Mike wel mee. Ik ga me editen en dan ga ik je laten zien wat ik ervan gemaakt heb. En hopelijk is AP Car Store er heel erg blij mee. Ik in ieder geval wel. Ciao! Yo, we zijn terug in de studio, zoals ik zei. Nou, eigenlijk is dit gewoon de huiskamer, maar ik wil binnenkort een studio hebben, dus ik probeer er vast een beetje aan te winnen. We gaan nu in Lightroom duiken, want ik ga een aantal foto's bewerken die ik heel tof vond. Dus ik heb de selectie al gedaan, zodat jullie daar niet in mee hoeven in dat proces. En ik denk dat ik een foto of 2-3 ga laten zien hoe dat ik die bewerk. En daarna krijg je nog meer foto's te zien. Dus ik ben benieuwd. Laten we erin duiken. Let's go. Oké, nou, we zitten in Lightroom en ik heb een aantal foto's geselecteerd waarvan ik denk, hey,
Dat zou wel eens wat kunnen worden. De meeste zijn niet bewerkt, behalve deze. En die vind ik wel heel nice. Hij is nog even aan het laden. Dus er zijn wat foto's waarvan ik denk, hey, die wil ik je laten zien. Waarvan ik deze wel heel erg tof vind. Wat ik hier heb gedaan, dit zag je ook in de video. Dit is een plas water. Dat is de reflectie die je ziet. En dat vind ik eigenlijk wel heel nice, omdat de auto is nog wel centraal. Maar je ziet wel boven en beneden een gedeelte van het gebouw. En dit is een van de foto's die ik wil bewerken. Ik vind het jammer dat hier houdt de plas op. Dus daar ga ik een stukje van afhalen. Ik ga proberen om de auto in het midden te zetten. Wat ik doe is dat ik hier kijk naar deze lijn. En deze lijn, dat die hier zo goed zit. Ik pak hem ietsje naar beneden, dat hij ook echt in het midden zit. En ik denk dat hij zo ongeveer wel in het midden zit. Want dat hij recht staat, ik denk het wel. Zou hem automatisch kunnen doen met deze tool. Wat doet hij dan? Nou, dan pakt hij dit. Dat is niet de bedoeling. Doe Ctrl Z om weer terug te gaan. En dit gaat de foto worden waarvoor ik, waarmee ik nu ga beginnen. Ik ga kijken of dat er een preset bij zit die hier goed bij past. Ik vind dit wel een hele vette vibe. Zo heel warm. De reflectie onder is een beetje weg zoals je hier ziet. Maar ik ga kijken of er nog andere bij zitten die ik hierbij vind passen. En dan kijk ik en dan denk ik, oeh, deze vind ik ook al vet. Dus ik selecteer deze. Hitting the Streets heb ik die ooit genoemd. En ik denk, oké, hier kunnen we wat mee. Ik ga even kijken, zitten er in deze preset dingen. Hier zit een radiaal verloop in. Die ga ik weghalen. Ik kijk of dat er verder nog dingetjes in zitten. Nee, dat is niet zo. Excuus. Dan ga ik kijken naar de belichting. Dus wat gaan we met de belichting doen? Hoeveel zit er in deze foto? Ziet er ook wel spannend uit. Met die belichting zet ik eventjes terug. Je ziet dat ik hem heb geschoten op 1.8. Dat had op zich misschien wel ietsje hoger mogen zijn, omdat je dan de auto over het algemeen niet scherper is. Al vind ik het nog meevallen. Als je zo kijkt, is hij eigenlijk wel heel scherp. Je ziet wel bovenop dat hoe verder je naar achter gaat, hoe waziger het wordt. Maar wat ik hierdoor wel heb, is dat de achtergrond hier is wel waziger dan de auto zelf. Dus je ziet hier het verloop scherp en iets minder scherp. Oké, nou hier gaan we mee werken. Ik zie dat er nog best wel wat blauwe tinten in zitten en dat is niet precies wat ik wil. Dus ik ga de blauwe tinten ietsje naar beneden brengen. Zoals je hier ziet, zie je dat in de ramen bovenin. Nou, die ga ik ongeveer daarop zetten. Speel ik daarmee. Die mogen op zich wel een kleurtje hebben. Dan vond ik net dat gele eigenlijk wel mooi of een beetje die warme look. Dus wat ik nu heb gedaan is, ik zit aan het geel te trekken. De verzadiging daarvan gaat omhoog. Ik probeer altijd een beetje mee te spelen met, hey, hoe ziet dit er nou eigenlijk uit? Ook aan deze slider ga ik, kijk, hier gaat hij van groen naar een beetje roodachtig. Ik zet hem iets meer richting het rood dan richting het groen. En vervolgens ga ik ook met deze tweaken. Dus deze mag van mij wel ietsje warmer. Hiermee ga ik spelen. Ook iets meer richting het rode. Maar eigenlijk vind ik hem dan nog niet per se de vibe die ik wil hebben. Ik verscherp hem ietsje. Je ziet het vooral hier in dit gedeelte. Kun je goed zien wat je aan het doen bent. Het is veel scherper. Die grill komt beter uit. En bij de helderheid zie je dat ook. Dit is echt de helderheid helemaal weggehaald. Dit is heel de helderheid terug. Vind ik net iets heftig. Dus ik zet die ongeveer, ik ga hem op 40 zetten voor deze keer. Oh, 40 zei ik. 40 dus. Oké, nou dan ga ik hier kijken bij de zwarte tinten. Die zet ik ietsje naar beneden. Speel ik hier met de witte tinten. Die mogen op zich wel terugkomen. Ik heb geen polarisatiefilter gebruikt. Daarmee haal je eigenlijk een hoop reflecties weg van de auto. Dat heb ik dus niet gedaan. Dus je ziet hier een hele hoop reflecties. Misschien zie ik hier ergens mezelf nog wel staan. Deel van de skyline van Eindhoven zie je volgens mij zelfs nog hier. En je ziet AP Cast over wie dat we de foto's hebben gemaakt. Ik vind hem zo al een stuk vetter. Maar ik ga nu naar deze. Pas ik hem ietsje aan zodat hij daar ietsje lichter wordt. En daar ietsje donkerder. Ik vind hem nu best wel moody. Hij heeft een bepaalde vibe. En wat ik nu ga doen is dat ik selectief ga kijken met wat kan ik nog met die reflectie. Dus ik klik hem aan. Zorg hier eerst eventjes dat alles op 0 staat. En wat je kan doen om te kijken wat je aan het tekenen bent is op O drukken. Gewoon de letter O op je toetsenbord. En dan krijg je te zien welk deel
dat je nu eigenlijk getekend hebt. Dus nu ben ik bezig met tekenen. Dus dit is eigenlijk een soort van masker wat je maakt. En dat is ook het masker wat je nu, op het moment dat je aan deze knoppen gaat draaien, wat gaat veranderen. Dus ik klik weer op O om hem weg te doen. En vervolgens ga ik proberen om de helderheid omhoog te gooien. Zie je wat er gebeurt? De textuur kun je omhoog gooien. Kun je ook helemaal naar beneden gooien. Is net het effect wat jij wil. Gooi de witte tinten gooi ik wel iets omhoog. De hooglichten gooi ik iets omhoog. En uiteindelijk ga ik kijken wat ik met het contrast kan doen. Ik wil wel dat er nog een duidelijke lijn is. En eigenlijk wat ik wil is dat mensen denken van, hey, wat is dat dan? Dus het is de reflectie. Kijk, dit krijg je als je de verzading helemaal weg doet. Vind ik niet mooi, want uiteindelijk match je dit nu niet meer met dit. Dus die laat ik lekker staan. Misschien maak ik hem zelfs nog ietsje warmer. En dan ga ik kijken of dat ik nevel wil verwijderen. Kijk, hiermee wordt die lichter, hiermee wordt die donkerder. Die breng ik een heel klein beetje omhoog. En dan ga ik kijken wat we tot nu toe hebben gedaan. Ik check nog de ruisreductie. Die staat al aan op zich. Ik heb op ISO 100 geschoten, dus er zal nooit heel veel ruis in zitten. En dan is dit eigenlijk het verschil wat ik heb weten te maken. Dan ga ik kijken, zit er daar een groene tint in? Nee, die had ik al weggehaald. Ben ik dan tevreden of ga ik de helderheid nog iets aanpassen? Ik pas de helderheid nog iets aan. En ik ga kijken, vind ik dit nou wat ik wil? Ik zie hier nog best wel donkere gedeelte. Is dat per se erg, ja of nee? Ik vind het niet heel erg, maar je zou je schaduw nog iets meer weg kunnen halen. En als je dan inzoomt, is dit nu de auto geworden. Je ziet dat er wat zon op de zijkant opschijnt. Zou je weg kunnen halen, maar op zich vind ik dat van deze afstand, vind ik dit verschil eigenlijk best wel nice. Nou, dan gaan we naar de volgende. Dat is, welke zullen we eens bewerken? Op zich vind ik misschien ook al nice om een interieurshot te laten zien. Je kunt hier weer heel makkelijk voor een preset kiezen, maar ik wil niet alles met een preset doen. Al vind ik deze wel heel tof qua preset. Maar ik ga gewoon proberen of dat ik die ongeveer zelf kan doen. Op zich qua belichting zit ik te kijken, vind ik hem wel oké. Contrast gooi ik ietsje omhoog. Hooglichten speel ik eventjes mee. Je ziet hier dat de auto op het moment dat de hooglichten te ver omhoog gaan, vind ik het minder mooi worden. Dus ik zet ze een heel klein beetje omhoog. Schaduw speel ik mee. Ik vind dit juist wel mooi. Als je dit doet, dan zie je inderdaad eigenlijk alles wel beter. Maar ik vind dit net ietsje mooier. Witte tinten kun je mee spelen, maar ga ik niet heel veel gebruiken, want die ga ik dadelijk eigenlijk meepakken met de helderheid. Dat vind ik bij interieur vaak wel mooi. Dus eigenlijk wat je nu gaat zien is dat dit versus dit. Ik vind dit er heel stoer uitzien. Het is een stoere auto, dus ik ga hem daarop zetten. Nou, de textuur kun je ook nog omhoog gooien. Hoeft niet per se heel veel mooier te zijn, maar ik doe het een klein beetje eigenlijk. Dan ga ik met deze curve spelen. Zet ik ietsje omhoog, maar ik wil vooral dat ook die donkere tinten een beetje terugkomen. Dit is nu het verschil wat we al redelijk snel hebben gedaan. En nu ga ik even naar de kleur. Lijkt alsof hier nog wat blauw in zit. Blauw zit er eigenlijk altijd in, zie je dat? Nu overdrijf ik het. Gooi ik hem helemaal naar boven. Nu haal ik alles weg. Lijkt een beetje zilver, maar eigenlijk is blauw gewoon een soort van witte tint. Het klinkt misschien heel gek, maar ga er maar eens mee spelen met blauw. Dan snap je wat ik bedoel. Ik vind het nu al best wel vet geworden. Eigenlijk wel nice. Ik zie dat er nog rode accenten in zitten die nu misschien een beetje wegvallen of hier niet meer helemaal rood zijn. Kijk, bij de originele foto wel. Dus bij de rode tinten ga ik die ietsje naar beneden brengen. En de verzadiging breng ik iets omhoog. Dus dan zie je dat ook. Je ziet dat hier een navigatiesysteem zit. Dat is nog een beetje geel. Ga kijken, vind ik dat mooi of haal ik dat weg? Ik denk dat ik hem ietsje weghaal. En batterij is bijna leeg. Lekker voorbereid weer. Nou laten we verder gaan. Die batterij die fixen we zo wel. Op dit moment ben ik eigenlijk best wel tevreden met deze foto. Ik ga nog even checken de ruisreductie. Hoe zit het daarmee? Wat je hier ziet is, je ziet hier iets van ruis. Dat is dit gedeelte van je stuur. Daar ligt ook niet per se de focus op, maar zo kun je het wel zien. Ik ga nu de ruisreductie aanzetten. En je ziet het verschil. Zag je het hier? Geen ruisreductie. Wel ruisreductie. Uiteindelijk ga ik inzoomen op deze foto. En je ziet de focus ligt eigenlijk op dit deel.
Maar van afstand zie je dat net ietsje minder goed. Ga kijken, ben ik tevreden met mijn crop? Ja, op zich wel. Want ik heb hier nog een stukje van de hendel om open te doen. Hier nog een beetje van de bovenkant. Het raam zit hier eigenlijk tussen. En dit is eigenlijk de rand van de deur. En dan denk ik, nou, ik vind hem eigenlijk wel nice. Ik kan hier misschien nog een beetje mee spelen. Totdat je echt helemaal tevreden bent. Schaduw. Dan hebben we dit best wel snel gedaan op deze manier. Ik kan dan kijken, hoe zag dit eruit? Nou, zag er toch net ietsje anders uit, die preset. Iets meer groenig erin. Maar ik ben er eigenlijk wel tevreden mee op deze manier. Dus deze ga ik opslaan en dan gaan we door naar de volgende. Oké, nou, opladen vergeten, altijd handig als je een video opneemt, maar ik dacht, deze kabel is natuurlijk lelijk als die zo in beeld komt, lelijk. Dus dat willen we niet. Nou, we kunnen gewoon verder gaan, dus geen nieuw shot. Ik ga kijken welke dat ik nog met je ga delen. Deze had ik al bewerkt en heb ik je ook al laten zien. Deze foto, die heb ik gebruikt in Lightroom. Daarna heb ik hem naar Photoshop gedaan en heb ik nog een ander programma gebruikt. Maar daar ga ik je later meer over vertellen. Ik zie dat hier trouwens nog ietsje mis is gegaan met de kleur groen erin. Geen idee waar dat aan ligt. Misschien krijg ik hem zo nog makkelijk weg. Ja, zie je dat? Dus als je hier naar keek, naar die neus. Hier zaten er blauwe tinten in. Hier ook. Hier ook. En die heb ik op deze manier weggehaald. Dus dan is dat ook gefixt. Dan ga ik hem daar ook opslaan en... Dit wordt dus een volgende video waarbij ik je mee ga nemen. Dan wil ik nog één foto laten zien die ik ga bewerken. Misschien twee, dan ga ik iets sneller doen. Misschien kan het wel met een presetje. Ik vind dit een hele vette foto, omdat je ziet hier het verloop van de straat van wazig naar scherp. Je ziet de lichten van de auto. Een hele mooie zonsondergang. Het is nog eigenlijk net voor zonsondergang, maar je ziet al wel het warme licht op de wolken. Je ziet hier nog een gebouw in Eindhoven en je ziet hier het PSV-stadion. Wat natuurlijk het mooiste stadion van Nederland is. Nu heb ik geen abonnees meer over, maar dat maakt niet uit. Ik ga even kijken welke preset zouden we kunnen gebruiken van deze serie. Ik vind deze op zich wel vet, alleen kleuren vallen een beetje weg. Dit zou ook een goede basis kunnen zijn, maar vind ik net iets te heftig. Ik denk dat ik deze ga gebruiken. Daar lijkt de kleur een beetje weg te zijn. Ik ga de auto recht zetten en daarbij kijk ik eigenlijk naar bijvoorbeeld hier een lijn, hier een lijn, hier een lijn. Dat zijn wat dingen verder op afstand. Ik ga kijken, oké, wat is er allemaal met die foto gedaan? Ik mis de kleuren, want je ziet een stuk blauw is weg, een stuk oranje is weg. Dat is allemaal niet de bedoeling. Dus ik ga de temperatuur ietsje hoger zetten. En dan kijk ik gewoon wat daaruit komt. De hooglichten staan al naar beneden. Dus als je normaal zat, mis je een stuk lucht. Breng je deze terug, zie je al een hoop meer wolken. Dan ga ik kijken naar... Ja, waar gaan we naar kijken? Kijk, met deze toon krijg ik al heel wat lucht terug. Deze doe ik ietsje naar beneden. De oranje toon zet ik de verzadiging ietsje omhoog. Kijk, hier weer kijken. Oké, wat zit er dan eigenlijk in die lucht? Je ziet dat er best wel nog wat wolken in zitten. En dit ziet er natuurlijk niet uit, maar alleen maar eventjes om te laten zien, oké, wat kun je dan nog met die foto? Ik vind het eigenlijk wel vet om een beetje, de laatste tijd zie ik best wel veel van die pasteltinten in de lucht, ook als ik 's ochtends naar bijvoorbeeld naar Amsterdam moet. Ik had afgelopen week een foto van mijn eigen auto geplaatst, ook met zo'n soort lucht, en daar zat niet eens een filter overheen, dus het kan gewoon. Dus ik ga even kijken, hoe krijg ik die lucht nou een beetje op die manier? Dus dat is eigenlijk een kwestie van tweaken. Dus nou, dit is niet de bedoeling. Maar hier ergens vind ik het dan nog enigszins natuurlijk uitzien. Dus nu, wat ik eigenlijk nu ga doen is dat ik focus me nog niet op dit gedeelte. Dit zijn ook andere tonen. Maar ik kijk gewoon naar de lucht en hoe ga ik dat laten zien. Ik breng het blauw breng ik ook ietsje omhoog bij de verzadiging. De luminantie breng ik ietsje naar beneden, zodat je hier iets meer blauw krijgt. En ik probeer met deze te spelen. Dit vind ik niet helemaal realistisch. Dit ook niet, dus die hou ik eigenlijk altijd redelijk neutraal. Probeer ik ook bij deze kleur blauw te doen. Die iets meer naar blauw te zetten. De luminantie misschien ietsje naar beneden. Zit er groene tinten in de lucht. Probeer ik dan eventjes te kijken.
Nou, niet heel snel zie ik dat. Het enige is dat dit gedeelte gebeurt wat mee. Maar dat maakt mij niet zo heel veel uit. Dus ik ga even kijken, wat hebben we nu als verschil gedaan? Is het misschien nog te heftig, die lucht? Misschien is die lucht wel te heftig. Dus ik hou hem iets meer richting de pasteltinten zo. En wat ik nu ga doen is dat ik denk, oké, voor de basis is die lucht oké. Wat kan ik daar nog mee doen? Dat is, ik breng de belichting van de hele foto naar beneden. De schaduwen, die gooi ik juist iets omhoog, want ik wil nog wel de auto zien. Als je die namelijk weghaalt, mis ik de helft van de auto. Dat is niet de bedoeling, want uiteindelijk draait deze foto om de auto en de setting mag daarbij heel erg mooi zijn, maar niet leading. Dus ik tweak hier een beetje aan, ik tweak hier een beetje aan. Ik vind de auto zo mooier overkomen. Nu ik de helderheid helemaal omhoog gooi, maar de wolken worden daardoor ietsje minder mooi. Dus dat ga ik dadelijk nog fixen. Ik kijk even wat ik met de nevel kan doen. Niet per se nodig. Ik ga naar deze curve. Curve! Heftig woord. Ja, dus hiermee tweak ik nog een beetje. Ik zet de ruisreductie ietsje hoger, omdat ik hier ook zie dat daar wat ruis in zit. Ik heb hem op 320 ISO geschoten, is op zich niet heel erg. Wel op 1.6 geschoten, dat had wel iets hoger moeten zijn, zodat er iets meer scherp was. Nu zul je bijvoorbeeld zien dat hier is die scherp, hier is die al minder scherp. Niet per se een ramp of zo, maar ik had erover na kunnen denken. Ik vind hem op zich zo wel nice. Ik ga toch nog met deze curve kijken wat ik daarmee ga doen. Ik zie verder. Ja, wat zie ik verder? Dat dit is nu een beetje grauwig geworden of zo. Terwijl eigenlijk was het een hele andere kleur. Het komt ook door de helderheid. Dus ik pak een selectieve brush. Maak ik wat groter. Zet ik de textuur en de helderheid naar beneden. Zodat dit, als het goed is, iets zachter eruit gaat zien. Ik ga het je laten zien. Veeg hier een beetje overheen. Dat je echt plukjes wolken krijgt. En uiteindelijk, even kijken, is dit het verschil? Ga kijken, oké, welke kleur zit daar dan nog in? Ga ik naar de normale foto weer. Welke kleur zit daar nog in? Zou er dan nog iets van paars in zitten of zo? Nou, op zich ben ik er zo wel tevreden mee eigenlijk. Mocht die nog ietsje heftiger. Dus ik probeer niet altijd te spelen met wat is mooi, maar wat is niet te heftig om te zien. Ik vind het zo ook mooie pasteltinten. En wat je zou kunnen doen, is dat je een radiaal verloop pakt. Dat is deze. Die teken je op deze manier. En wat hij eigenlijk doet, is hij begint nu hier. En hij wordt geleidelijk aan minder. Nou, nu zie je nog niet wat ik doe. Een makkelijk voorbeeldje daarvan is, zet hem op donker. Dit is zwart. En het verloopt geleidelijk. Nou, dat wil ik niet. Maar je zou bijvoorbeeld wel de hooglichten iets kunnen aanpassen. Deze hier overheen kunnen trekken. Zodat je uiteindelijk kunt kijken van, oké, wil je daar bijvoorbeeld toch dat het ietsje donkerder is boven? Of juist ietsje lichter? Wil je daar de schaduw iets minder? De witte tinten iets minder? Of wil je de verzadiging daar juist wat hoger, zoals je nu ziet? Dus je doet de verzadiging ietsje omhoog daar. Je kunt de helderheid, et cetera, zou je ook kunnen doen. Zet ik even terug. En dan is uiteindelijk dit de foto die ik tot nu toe heb. Willen we de lucht nog iets meer richting paars, kun je misschien de kleurtint nog aanpassen, zoals je ziet wat ik nu doe. Nou, dit is wel heel heftig. Maar uiteindelijk, ik weet niet of dat ik nou het helemaal in de goede volgorde doe. Maar dat maakt eigenlijk niet zoveel uit, want voor mij is dit ook altijd een beetje een spelletje met, oké, hoe krijg ik zo'n foto nou zo getweakt zoals ik hem zou willen? En ik vind hem zo eigenlijk wel nice. Dat is één dingetje waar ik me een beetje aan irriteer. En dat is dat het raampje hier ziet er blauw uit. En dat komt omdat dit waarschijnlijk een speciale coating glas is. En dan kijk je erheen met de lucht van de achterkant. Dus wat ik eigenlijk ga doen is dat ik weer een selectieve brush ga pakken. En daarvan zet ik alles eventjes op nul. Behalve de verzadiging, die ga ik proberen eruit te trekken. En dit hoeft op zich niet super strak te zijn. Wat ik dan ga doen is dat ik hem zo teken. Dit stukje pak ik nog mee. En dan ga ik even uitzoomen. En kijken hoe dat er van afstand uitziet. Even kijken. Zo ziet het er van afstand uit. Misschien moet ik hem niet helemaal grijs doen. Omdat dat ook niet realistisch is. Maar in ieder geval ietsje minder blauw. En dan hou je dus dit over. Nou, ik ben eigenlijk wel tevreden over deze plaat.
Dus deze ga ik ook opslaan. Nou ja, ik had nog wat meer foto's. Die ga ik bewerken en dan ga ik je het resultaat van laten zien. En dan denk ik dat we er zijn. Dus wat je zou kunnen doen, als we dan toch bezig zijn. Laatste dingetje is dat je teruggaat naar deze foto. En je denkt, dit is ongeveer dezelfde setting als die ik je net liet zien. Ik ga kijken, wat wil ik allemaal kopiëren? Ik doe command C. Dus eigenlijk gewoon kopiëren en plakken. Pak ik alle instellingen, vaak behalve de lokale aanpassingen, omdat dat zijn filters, et cetera, of een penseel. In dit geval, het penseel ga ik wegdoen, omdat ik heb bijvoorbeeld net de achterruit heb ik ingetekend. Nou, die achterruit zit nu op een andere plek. En het uitsnijden ga ik ook niet kopiëren. Het radiaal verloop bovenin wel, dus ik heb deze nu gekopieerd. Ga naar deze foto, die ongeveer hetzelfde is qua setting. En dan pak ik hem zo en dan denk ik, nou, voor één druk op de knop is dit al best wel een verschilletje. En het enige wat ik nu eigenlijk wil gaan doen is dat ik hem een beetje ga tweaken. Ik vind dat de lucht iets blauwer misschien mag wat dat betreft. Hier zit ook nog een filter in. Die ga ik helemaal weghalen. Vind ik hem zo eigenlijk wel heel erg tof. Ik wil alleen maar even laten zien dat dit dus best wel easy kan. En ik ga even kijken wat er gebeurt als ik de temperatuur omhoog gooi. Dan krijg je dus dit. En dat vind ik eigenlijk misschien nog wel vetter dan wat ik net had. Dus dan bewerk ik deze foto, denk ik. Nou, dit is ook wel weer vet. Misschien moet ik dat dan maar ook nog op deze doen. Dus wat ik dan doe is een aanradertje. Maak hier even een virtuele kopie van, zodat je hem niet kwijt bent. Anders ga je dadelijk weer een editor overheen doen, ben je het origineel kwijt. Dus dit is nu de kopie. Hier staat je origineel. Even laden. Plak ik deze eroverheen. En nu denk ik, nou, misschien vind ik dit eigenlijk wel vetter dan wat ik net had. Dus ga ik deze ook opslaan en dan zijn we er. Dit was de video alweer. Ik zeg alweer, maar hij duurde lang, I know. Ik probeer er helemaal niks aan te doen, want soms heeft het gewoon tijd nodig om te editen. En ik ben dus dankbaar dat AP Carstore ons een auto heeft meegegeven om te fotograferen. Volgens mij was de samenwerking heel erg leuk. Thanks van Mike om een aantal dingen te filmen. En de volgende video komt er binnenkort ook alweer aan. En we gaan binnenkort naar een heel vet kasteel in Duitsland. Babo content gaan schieten. Dus dit was hem. Tot de volgende. Ciao!